Hoi, mijn naam is Albertine Soeboer. Ik ben docent Vries e-science VWO en ik wil even zien wat wij e-science VWO doen. Er zijn een paar dingen belangrijk in e-science VWO. Locatie, we hebben les krijgen, doelstellingen die we broeken met werken, het PTA en het CNC. Nou, we zitten in het Filmhuis in het Vries Museum, een mooie centrale locatie voor alle Pieter Jelles leerlingen. Dus het idee is daar dat we er tegen leren en ontdekken en dat kan heel mooi, omdat het dus vaak gewoon heel dichtbij is. Hoe werken we eigenlijk in SAIS VWO? Nou, vooral zelfstandig, dat is een tariering of hoe verder. Dus eigen keuzes maken als het gaat om de inhoud van die schoolexamen, tegen leren en ontdekken. En we toetsen met opdrachten, feedback, een mondeling en een presentatie. En we doen dus geen schriftelijke toetsen dit jaar. En we doen een hele goede tariering op het CSD. Het PTA, programma toetsing en afsluiting. Maar SAIS VWO zit dat er als volgt uit. 3 onderdelen, een fictiedossier, een onderzoeksopdracht en een eindpresentatie. Het fictiedossier, dat wist hem eigenlijk vanzelf wel. Boeken, gedichten die ze lezen kan, toneelstukken of film die ze meest. Dat doen we met de groep, maar dat doe ik vaak zelf. En maken ze eigenlijk van alles een verslag, was lezen en journaals. En online hebben we daar een gesprek over. De onderzoeksopdracht is het tweede grote deel van SAIS VWO. Daar zie ik eens een thema uit. Dat doe ze een onderzoek over. En uiteindelijk doe ze daar aan het eind van die PTA een presentatie over. En als dat al je voldoende haast, kist die PTA afsluiten en kist onderwijs naar het CSE. Wat doen we bij het CSE Fries? Lesvaardigheid toetsen, aan de hand van een aantal teksten. En bij die teksten zitten meer kaartvragen en iepenvragen, maar ik een woordboek bij. En we beginnen met de taalreading naar de kriesvakantie. Nou, als dat alweer achter de rij is, hebben we deze bestemming bereikt als het gaat om Fries, die SAIS VWO.